Hey mensen, Mark hier en welkom bij weer een nieuwe video. Het is nog laat op de vrijdag voor mij. Wicked League is net begonnen, Premier League Team Season is volledig bezig en de kaarten zijn ontzettend sick. Die De Bruyne is denk ik de meest broken card in FIFA ooit. Hij kost ook 4 miljoen bijna. Aubameyang heeft een work rate change gekregen. Er zijn echt heel veel zieke kaarten. En het is een beetje raar. Een duimpje omhoog deze video zou trouwens wel enorm gewaardeerd worden. En vergeet vooral niet mij in de comments te laten weten wat jou hebt gepakt tot nu toe van het Premier League Team met Season. Gisteren uploaden we wat laat. Erg laat. En 9 uur, wat voor mij nog best laat is. Meestal is het 5 uur. Maar ik wilde gewoon die dagelijkse dingen een beetje vasthouden. Ik heb gedaan wat niemand wilde doen. Ik heb alvast aan José Pérez gedaan. De reden dat ik dit deed is, je kan dit allemaal in squad battles doen. En laten we eerlijk zijn, de meeste van ons hebben meestal geen zin om squad battles te spelen. Het is vrij voorspelbaar. Je kan het saai vinden, dat is ook een fair punt. Dus ik dacht, we hebben hem gewoon snel. Dan kunnen we deze team met season so far moments, dat is een hele mond vol, aan José Pérez unlocken. En dit is een uitstekende kaart. 4-ster, hoog gewerkt tempo, rechtsbenig, 5'10". 95 stamina, redelijke dribbling stats, oké shooting, shot power iets wat laag, maar dat is niet het einde van de wereld. Met motor kan je hem prima gebruiken en ik denk dat dat precies is wat ik ga doen. Tenzij we zo meteen iets beter spekken natuurlijk. We zijn level 19, dat komt omdat we gewoon objectives doen. Zo simpel kan het zijn, weet je, je combineert dat gewoon terwijl je iets met Ayose Pedde bezig bent. Voordat we verder gaan echter, er is ook een Team Season SBC in Didi. Nou, deze kostte ongeveer 168.000 coins. En persoonlijk vind ik dit een geweldige kaart. De packs terug zijn, wederom, zoals altijd, niet heel denderend. Maar Wilfred in Didi, medium high, 6 voet lang, 4-star weak foot. Dit is een geweldige kaart. Dit is echt voor 168k. Vercombineer met het feit dat je hem kan linken met Fuchs, kan je mee linken. Met Seyuncu, gewoon in je Premier League team. Dit is fantastisch. Dit is goede content. De rest is niet zoveel. Je hebt nog steeds die mid-icon upgrades. Afhankelijk van wat we vandaag krijgen, doen we hem misschien wel een keer binnenkort. We hebben dus 32 packs. De meeste zullen niet heel denderend zijn. Ik zal bij sommige ook, als ik merk dat het niks is, kunnen we gewoon doorskippen. Heel veel hiervan, moeten we rekening mee houden, zijn natuurlijk untradable. Wat dus betekent dat als wij iets goeds krijgen, kunnen we er dus niks mee. Het is wel belangrijk dat we clubs stacken natuurlijk, want er gaat sowieso een guaranteed Premier League Team Season SBC komen. En die zal waarschijnlijk vrij hoog rated worden, om de simpele logica dat bijna elke Premier League Team Season speler is bizar hoog rated. En het is logisch, want de Premier League is de populairste league. Oké, ik wil even kijken wat het was. En dat verkoopt packs. Kijk bijvoorbeeld, Casemiro's Team Season, vergeleken met zijn op 1 na hoogste kaart, heeft een plus 8 base upgrade. Jordan Henderson, vergeleken met zijn op 1 na hoogste kaart, heeft een plus 20 base upgrade. Laat het even inzinken, dat is wel belangrijk. 25k pack, de belangrijkste die we hebben zijn rare mega packs, rare players packs. Het is gewoon een blauwe flare dinges. We hebben rare players packs, we hebben 100k packs, we hebben 2 ultimate packs. En de kans is best wel klein dat we iets krijgen wat we willen. Maar, weet je, we hebben in ieder geval Ayose Pérez, dus we hebben in ieder geval een nieuwe speler om de komende games te testen. Een walkout ergens zou leuk zijn. Dit is in ieder geval hopelijk goede borden. Frans, Cam, dat is Fekir en dat is niet het einde van de wereld. Want ik denk dat ik die nog niet heb. Klopt, ik heb al heel veel dingen niet in mijn club. We zullen de komende tijd wel meerdere, hoe zeg je dat, niet nutteloze, ongebruikelijke SBC's gaan doen. Zeg maar, SBC's die niet zozeer eerst op de planning stonden. Bijvoorbeeld Boateng wil ik zeker unlocken. Jerome Boateng. In combinatie met Goretzka lijkt me wel een goeie. Een walkout ergens binnen nu en zo meteen zou erg welkom zijn. Argentijns. Dat is Vanega inderdaad. En die heb ik denk ik al. Dat klopt, die hebben wel. Al deze non-rares. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ik weet niet of er goede upgrade SBC's zijn. Dat heb ik niet echt in de gaten gehouden als ik heel eerlijk ben. Maar weet je, we zien wel. We kunnen een Team Season krijgen. Het ding is dat ik denk dat als we überhaupt één pakken, dan gaat het waarschijnlijk een EFL Team Season zijn. Wat, you know, als die EFL Team Season Calvin Phillips heet, dan be my guest. Maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. We wachten met die Premier League Booster Pack. Die doen we als één van de laatste. Want ik heb, zeg maar, ik veel van jullie. Hè. Ik zeg altijd van stream maar op Twitter of Instagram. Want ik zag bijvoorbeeld straks iemand op Instagram. Oh, ja, maar ik had toch mock-out. Kijk eens naar William, die had, de Jenny is dat, die had Team Season Kovacic en nog een ander dus in die Premier League Booster Pack. Zeg maar, er zijn er van jullie die echt insane packluck hebben. Wat ik ook heb, met, zeg maar, andere soorten kaarten. Zeg maar, ik heb 2 icons. Altijd bijvoorbeeld, althans,
een CBO kwam uit een Icon Pack, dus dat mag je ook wel verwachten. Maar je snapt wat ik bedoel, ik mag niet klagen over Packluck. Maar ik wil natuurlijk wel eentje pack, is leuk voor jullie om te zien. Nieuwe speler om uit te proberen. Alleen in dit tempo gaat het niet veel worden. Oké, 24 packs, dus eerst de megapacks een beetje weglaan. Megapacks zijn untradable, die komen van div 1, rank 1. Daar zaten we bij toeval in. We krijgen geen bordenspeler. Ik snap die blauw flare niet. Voordeel hiervan is wel allemaal is dat bepaalde spelers dalen echt ziek erg. Wat wij hopelijk... Ik denk dat het volgende week wordt dat we misschien Kaka kunnen proberen in de 4 en 2 en 2. Zou fijn zijn. Een walkout zou ook erg leuk zijn. Dat krijgen we voorlopig nog niet. Dat is Hamshik. En ik denk dat we hem ook al hebben. Die hebben we inderdaad al. En tenzij we een duplicate hebben, maar... Ja, kijk, het ding is, ik kan dit soort dingen checken, maar ik heb de meeste kaarten, zeg maar, ik heb ze al untradable. Zeg maar, elke half degelijke kaart heb ik untradable. Het moet een keer gebeuren. Ik moet een team met season packen, zou je zeggen. Dit is het echt niet. Kijk, het ding is wel, daar kan ik rekening mee houden. Altijd als ik iets goed spek, is het untradable. Dus bijvoorbeeld de 100 capex, dat zijn er 4. Ik denk niet dat we daar iets uit gaan krijgen. Misschien wel, zou kunnen. Kunnen we het verkopen. Maar ik denk het gewoon niet. Weet je, we moeten wel optimistisch blijven dan. We krijgen weer een bordspeler. Prima, kom maar door. Welke is het? Argentijns weer. Spits, dat was Icardi, geloof ik. Ja, dat is toch Icardi? Oh nee, Lautaro kan natuurlijk ook. 75 tot 80 rated. Dit kan nooit heel denderend zijn. Het is allemaal een beetje ruk, hè. Jarmolenko hebben we al. Dan doen we hem. Simpelweg is dat. 84 Lautaro. Dikke prima, weet je wel. We gaan het sowieso wel nodig hebben. En als we het niet nodig hebben... Kan geen kwaad. Het zijn gewoon packs die we opgespaard hebben. En als we het goed doen in de Wicked League, dan maakt het sowieso niet uit of we hierin krijgen. Nou, verwacht ik het goed te gaan doen. Althans, niet verwacht. Ik hoop het. We zijn goed begonnen. 6-0. Als jullie het beter doen. Ik zag bijvoorbeeld iemand die... Ik tweet op Twitter vaak. Dat is best wel logisch. Ik had ook al getweet. Hoe gaat jullie Wicked League tot nu toe? Ik vraag dat altijd naar. Ik ben gewoon benieuwd hoe jullie het doen. En om een beetje te vergelijken met hoe ik het zelf doe. Er was iemand die... Om 6 uur of zo al, op vrijdag ging die al 11-0. Dan ik denk, hoe de fuck krijg je het voor elkaar? Ten eerste de wilskracht om dan al 11 potten gespeeld te hebben. En dan ook nog al 11 gewonnen van de 11. Ik denk, ik moet zeggen, blauw en special card is leuk. Maar dit is niet echt waar je op hoopt. Kevin Mirallas ook. Die heeft een interessante carrière gehad. Kunnen we stellen. Wacht, ik heb de meeste trash packs nu wel redelijk uit de weg gewerkt. Eerst, deze kunnen we gelijk skippen. Deze kregen we net van die PRS objective. Daar hoeft niemand echt naar te kijken natuurlijk. Jimenez gaan we ook unlocken natuurlijk. Het zal deze week wel in Rivals gebeuren. Jimenez, ik had het al getweet uiteraard, is een nagenoeg perfecte kaart voor een spits. In de zin dat hij heeft 3-star skills, wat niet ideaal lijkt. Hij heeft 4-star weak foot. Stop, het enige nadeel aan die kaart qua stats... is hij heeft 59 balans. Maar als je daarmee kan kijken, is een wereldse kaart. Met motor heeft hij 99 longpassing als fucking spits. Dat is bizar. Dit was de laatste megapack, hopelijk, want deze zijn echt nooit goed. Ik weet ook niet of ik hier kan. Misschien dat ik die... Dit is toch die guy die... die heeft bij Inter gespeeld. Die heeft ook die 88 rated kaart. Misschien dat we hem een keer gaan unlocken, als we genoeg van die kaarten bij elkaar kunnen sparen. Eerst 50 kaap ik dan maar. Ik weet niet of deze tradable is of untradable. Gewoon een team season ergens along the road zou leuk zijn. We krijgen geen borden in het 50k packje. Dat is zonde. De hoogste was ook een 82 inderdaad. In de vorm van Rafa. Kunnen we niet veel mee. Behalve dat we hem dus al in de club hebben. En we kunnen gebruiken voor een ander objective. Waardoor we sneller in de levels kunnen groeien van dat season ding. En we dus sneller onze... Hoe heet die nou? Pedro kunnen halen. Want die gaan we waarschijnlijk unlocken. Die is nog net iets beter dan Ayoze Perez. Vind ik dan in ieder geval. Kom op. Geen walkout. Jammer. Rare Mega, Nigeriaans. CDM, en Didi zelf. En die heb ik al, want die zat net in mijn team voor de objective die ik deed. Wijnaldum. Oké, prima. Dat is wel oké. Misschien dat Ndombele... Het zou kunnen, ik zou het niet uitsluiten. Dat Ndombele nog een flashback team season krijgt na vorig jaar. Ik bedoel, het zou wel typisch EA zijn om zo eentje te gooien. Alsjeblieft, eentje. Eentje? Wacht, is... Nee. Jezus, ik ben zo slecht met animatie herkennen. Ik herken de flares redelijk. Maar die dingen aan de zijkant... Ik ben gewoon niet gemaakt om dat door te krijgen. Een gold pack. Fucking hell. Dat is best wel tragisch. Oké, als het goed is heb ik nu alleen nog... die rare mega. En daarna heb ik alleen nog maar normale packs. Of in ieder geval interessante packs. Voor zover packs überhaupt interessant zijn. Oké, kom op. Geen borden. Jesus Christ. Oei, dit is toch niet hoe echt nog niet best. Het is wel tradable, maar ik kan nog steeds niet willen. Niemand koopt een Sydney nu natuurlijk. Oké, 100 capex. Deze zijn alle weer tradable.
Dus als hier iets in zit, dan zitten we in ieder geval goed. Dan kunnen we dat verkopen en kunnen we door. Oké, de eerste is... geen borden. Sorry, geen walkout. Wel een borden. Spaans. Rechtsback Carvajal. Moet dat zijn? Ja, dat moet Carvajal zijn. Dus dat is wel... Dat is wel nice. De rest is... Arangis kunnen we nog wel een transfer sturen. Een 83 heeft denk ik geen waarde. Maar goed, het is beter dan niks. Is mij altijd geleerd. Wie het klein hier. Het is groot niet meer. Oh, ik heb nog een rare mega pack. Ugh. Zal ik die maar openen zo? Hebben dat maar in ieder geval gehad. Oké, kom op. Oh, dit is een lange. Ja. Oh, yes, we hebben er één. Eindelijk. Oh, kom op. Kom op. Engels. Nee, Football League, hè? Ja, Football League. Yep, cash. Toch? Yep, cash. Het is er één. Dat kunnen we stellen. Het is er één. Alleen, het is nou niet echt hetgene waar je per se zin in hebt. Is hij echt half degelijk? Nee, 72 marking kunnen we niet gebruiken. We gaan hem wel in de club houden. We gaan hem sowieso nodig hebben voor SBC's. Dat is iets waard. Maar plus, ik kan zeggen dat ik Matty heb gepakt. Kan ik altijd nog een clickbait-titel gebruiken als ik het nodig heb. Wat ik sowieso wel nodig heb, want ik ben nervous. Oké, kom op. Volgende is een normale borderspeler. Prima. Kan ik accepteren. Italiaans. Centerback. Dat is Acerbi, want ik zag het laatste logootje. Prima. Kunnen we hebben. Hadden we nog niet in de club, geloof ik. Klopt. Net als Enzo Perez. Deze was kennelijk tradable. Ik weet niet eens waar we deze vandaan hebben getoverd dan. Oké. Twee ultimate packs. Wat zit er achteraan nog dan? Oh nee, we hebben natuurlijk 5 league packs. Oké. 200k packs als eerst. Ultimate packs kunnen we iets goeds krijgen. Vorige keer hadden we daar namelijk Prime Icon Moment Essien uit. Dit is... geen walkout. Dit is gewoon border spelen weer. Welke dan? Cameroen, dat is keeper. Dat is Onana. Ugh. Onana. Die heb ik zo vaak gepakt al. Nou, dit is... Natuurlijk. Dit is best wel degelijk. I guess. Het zijn een paar 85's. 84 sturen we naar de lijst en de rest. We verdienen er 8k aan, dus dat is in ieder geval iets. Gaan we over de... we zijn over de 2,4 in. Laatste 100k pack. Dus kijken we wat we kunnen. We hebben in ieder geval team season. Dus ik weet in ieder geval hoe het eruit ziet. Oké, dit wordt sowieso... Ja, weer gewoon borderspeler. Kom maar door, welke? Pols, dat is spits. Pols spits is Milik. Ugh, jammer. Beetje jammer. Beetje heel jammer als ik dit zo zie. We gaan... Niemand koopt ooit in Milik. Ook niet voor SBC's. Oké. Eerst deze. Eerst de Gold Premier League Booster. Eens kijken of hier wat ik... Of tenminste een borderspeler. Please. Nee, geen borderspeler. Jammer. Dan hebben jullie dus meer geluk met dit ding dan ik. Oh, dit is tragisch. Ja, dit doet wel een beetje pijn. De SBC kostte me destijds niks. Dus dat is dan wel weer zoiets. Alleen, het zou fijn zijn als we een van deze twee minstens een walkout kunnen krijgen. Lange? Team C? Yes! Nee, wacht. Oh nee, dat is een heel slechte. Engels, Palmer. Zeker. LW, Kirk. Ugh, Kirk. Oi. Dit is zo fucking shit. Dit is toch ongelooflijk. Ah, oh, 2 van die kaarten. En dan ook nog Hernandez. Het is niet very pretty. Hij is ook gewoon niet heel goed, hè. Hij is echt helemaal niet goed. Ja. Je moet een geefpaard niet in de back kijken. We pakken in ieder geval 2 team seasons. Voor wat het waard is. Kom op. Alsjeblieft. Alsjeblieft iets goeds. Ik denk het niet. Nee, geen eens een borderspeler. Uit mijn ultimate pack. Althans, misschien wel... Ja, het was wel borderspeler misschien al geweest. Oh nee, wacht. Nee, want hij is dan de pop-up. Dus 85 komt dan niet. Dit is ongelukkig. Is de enige manier om het te zeggen. Het is tamelijk ongelukkig. Oké, ik zit even te kijken. We kunnen een paar dingen doen. Wat we dus kunnen veranderen is... We kunnen iets wat meer space op full cam krijgen. Wat we dus kunnen doen nu is... We wisselen deze twee. En dan starten we met de bruine. Nou, de bruine moet ik dan wel denk ik schaduw geven om zijn verdediger ook een beetje te boosten. Want dat is wel belangrijk bij zeg maar, de spelers die ik op CM gooi. Maar dit is, hij met schaduw zou kunnen werken. Het heeft misschien wel wat impact op zijn dribbling. Hoe chill dat is. Zijn passing heeft hij toch niet echt nodig. Dat is al nagenoeg perfect. Dus dat kunnen we wel doen. We geven hem als we het... We moeten het onderhand wel in de club hebben naar die packs die we hebben geopend. We hebben inderdaad 1 motorkermersysteem in de club. Dat is precies wat we nodig hebben voor hem. Ondanks dat zijn shotpower daardoor erg laag blijft. Dan gaan we in de Wicked League gewoon deze man testen. Met motor komt hij bij 93 sprint speed, 94 acceleration, 95 balans wat top is, 99 dribbling, 92 ball control. Top stats. Long passing zou wat langer mogen. Maar daar kunnen we denk ik wel mee werken. Dat hoeft niet het einde van de wereld te zijn. Hij kan een minuscuul beetje verdedigen. Koppen, ik zie mezelf niet voorzetten gooien op hem, maar we gaan het in ieder geval wel proberen met hem. Ik kijk jullie wel even te kijken. Hopelijk heb je genoten. Hopelijk hadden jullie meer packelijk dan ik had. Ook al heb ik 2 team seasons,
kan ik niet echt veel met één van de twee. Maar ik waardeer het wel dat jullie hebben gekeken. Ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video. Joejoe.